Jezus praat maar twee keer over de kerk. Dit was vlak voor zijn dood. Hoe komt het dat Jezus 3 jaar op aarde gewandeld heeft, geleefd heeft en pas weken voor zijn dood begint hij over de kerk? Als de kerk zo belangrijk is als woord, waarom begint hij er pas op het einde over? Zou het kunnen dat er iets over kerk te zeggen is voordat Jezus erover begon, wat wij soms missen? Ik denk van wel. Want Jezus, voordat hij sprak over de kerk, sprak hij vooral over het koninkrijk. En ik geloof, en ik wil het je vandaag meegeven, de kerk is niet simpelweg een plek waar je heen gaat, of een plek wanneer je samen bent, maar de kerk is Gods orgaan, Gods gereedschap als het ware, om de wereld te beïnvloeden. Jezus sprak over de komst van Gods koninkrijk. Als wat haaks staat op de koninkrijken van de wereld. Zijn koninkrijk is zijn invloedssfeer. En Jezus heeft de kerk daarvoor gekozen. Zoals we net lazen. De poorten van de hel, poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. God heeft de kerk, jou en mij, gekozen om de wereld te veranderen. Maar God kwam iets brengen voor hier, voor het hier en nu, om nu de aarde te transformeren. En dat is de kerk. En de kerk, nogmaals, is niet simpelweg bank zitten. Er is zoveel meer. Jezus sprak geen Nederlands, sprak geen Engels. Hij zei niet church of kerk. Hij gebruikt het Griekse woord ecclesia. En wat is ecclesia dan? Ecclesia was het woord voor een publieke bijeenkomst van burgers in de grote Griekse stad Athene. Het was als het ware een publieke samenkomst en het was een democratische uiting. Burgers kwamen samen om dingen te beslechten, om keuzes te maken over de koers van een stad, koers van een land. Hey, mensen kwamen samen om bepaalde dingen te proclameren, bepaalde keuzes te maken en dat was de koers. Jezus kwam vervolgens langs en hij zei, ik ga mijn kerk, ik ga mijn ecclesia, mijn vorm van regering op aarde bouwen. Mijn lichaam als het ware ga ik planten. En dat lichaam, dat is ook iets van verschillende burgers. Je zou het iets democratisch kunnen noemen, maar nee, God regeert, niet wij. Maar het is wel iets wat zijn lichaam bestaat wel uit allerlei ledematen, uit allerlei mensen die samenkomen. En die samen Gods wil beslechten op aarde. En dat is het doel van de kerk. De kerk is Gods sleutel tot hemel op aarde. Weet je, in het Onze Vader lezen we, of mogen we bidden, van Vader, laat hemel op aarde komen. Laat op aarde zijn zoals het in de hemel is. Laat uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Hoe wil God dat doen? Weet je, sommige mensen denken, God gaat het ooit een keer in de toekomst doen. Maar nee, God wil het doen door jou en door mij. Door de kerk. En hij roept. En zijn geest gaat over de aarde, zoals in Jesaja staat geschreven. En hij zoekt. En ook in Johannes staat geschreven, Johannes 1. Zijn geest zoekt naar harten die bereid zijn. En die harten die het land willen veranderen. En daar is de kerk toe geroepen. Alleen de kerk helaas is veranderd in een wekelijkse samenkomst. In een programma. In een stukje liturgie. In een vorm of wat dan ook. Maar weet je, ik wil je het vandaag zeggen. Het gaat niet om vorm. Het gaat niet om welke liedjes ze zingt. Het gaat niet om al deze zaken. Het gaat erom dat geloof komt. Wanneer gelovigen bij elkaar komen. En dat Gods waarheid over een land wordt uitgesproken. Stappen van geloof. Dat er een woord van geloof wordt gesproken. En dat zal misschien betekenen dat het knelt. Het knelt misschien met wat we zien. Het knelt misschien met hoe het voelt. En wat bedoel ik met knelen? Nou, als je gaat zeggen, ik geloof dat Nederland gered gaat worden, dan knelt dat met de realiteit, met wat je ziet. Maar het is wel Gods realiteit. Het is Gods realiteit dat hij iedereen wil behouden. Hij wil iedereen redden. En ik geloof dat het mogelijk is. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar ik geloof dat het mogelijk is dat wanneer wij op gaan staan als kerk, dat wij gaan zeggen, we stoppen en we breken met al die programmaatjes en we gaan even kijken naar wat de Bijbel zegt over kerk, dan gaan er dingen veranderen. Want er ligt zo'n potentie in jou als gelovige. Weet je, er zijn zoveel geloofshelden.
die ons voor zijn gegaan. St. Patrick, om het zo maar iemand te noemen, Smith Wigglesworth. Mensen vandaag de dag die zo ontzettend effectief zijn in het prediken van het geloof. Corrie ten Boom, bekende Nederlander. Mensen die duizenden mensen tot de Heer mogen leiden. En ik weet, dat voelt misschien ver weg van jou. Maar ik geloof dat de kerk een plek mag zijn waar dat soort talenten als het ware mogen opbloeien.